als er een aanrijding gebeurt of zo'n wagon ontspoort en hij ontploft, ja, dan is er een grote cirkel daaromheen. Overleven mensen dat niet? Zo erg is het. Giftreinen, dwars door de stad, al jarenlang een grote zorg in Dordrecht. En dan zou je daar toch iets over terugverwachten in het nieuwe veiligheidsplan van de gemeente. En tot onze grote verbazing ontbreekt daar helemaal in de aanpak van het gevaarlijke stoffenvervoer door Dordrecht. En dat is, als je het ons vraagt, echt het grootste probleem wat we hier hebben op het gebied van veiligheid. En als er wat misgaat, gaat het echt gruwelijk mis. Dus die treinen moeten gewoon de stad uit. De risiconorm, die landelijk is vastgesteld qua maximum, wordt hier 5 keer overschreden. En daarmee staan we in Nederland echt op nummer 1 qua meest onveilige spoorsituatie. Dat is echt onverantwoord. Er zijn ook wel heel veel maatregelen genomen om de risico's te beheersen. Er zijn allerlei geluidswanden neergezet, de brandweer is erop ingericht, noem het allemaal maar op. Maar de echte oplossing is natuurlijk dat de spoor zodanig is dat het er niet meer overheen gaat. Dan moet je een nieuw spoor aanleggen, dat kost honderden miljoenen. Ja, dan moet je heel veel gaan regelen, samen met het Rijk of met Europa of met de provincie of met ProRail, weet ik veel wie. Maar er moet iets geregeld gaan worden. Een schone taak dus voor de Dordtse burgemeester. Het is belangrijk dat we een alliantie smeden waar iedereen zich achter schaart. En dat de minister ook beseft dat dit hoge urgentie heeft, niet alleen voor Dordrecht, maar eigenlijk voor veel meer onderdelen van onze omgeving, voor meer steden, voor meer delen van de regio. Dit moet gewoon op een gegeven moment worden opgelost en wat ons betreft zo snel mogelijk. Maar dat is niet iets wat je met een druk op de knop verandert. De burgemeester zegt, ja, we praten erover. Dat geloof ik, er wordt een hoop gepraat. Hij zegt, af en toe moet je ook de barricade op. Nou, wij denken niet dat we af en toe de barricade op moeten. Wij denken nu dat we met z'n allen echt nu de barricade op moeten. Om dit voor elkaar te krijgen.